atomen als bouwstenen. Nou, wat is een atoom? Een atoom is een bouwsteen van een molecuul. Hier zie je een watermolecuul. En de bouwstenen zijn dan 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Nou, nu zijn er ruim 100 atomen, maar daar kun je miljoenen moleculen mee maken. Zie het als de letters van het alfabet. Er zijn 26 letters, dat zijn zeg maar de atomen, maar daar kun je miljoenen woorden mee maken, moleculen. Je kunt stoffen ontleden. Als moleculen uit elkaar worden gehaald, dan maak je de atomen los van elkaar en kunnen er nieuwe moleculen ontstaan. Als je nou water hebt, je wil een auto later op waterstof laten rijden, dan kun je gewoon een stroom er doorheen laten gaan en dan krijg je waterstof en zuurstof. Wat is er dus gebeurd? Er zijn nieuwe moleculen ontstaan. Ik heb een waterstofmolecuul en een zuurstofmolecuul hier, door ontleding. Wat is een element? Een element is een stof die niet verder kan worden ontleed. Een element bestaat uit 1 soort atomen en die staan in het periodiek systeem. Waterstof, helium, lithium, beryllium, boor, koolstof enzovoort. Nou, er zijn ruim 100 elementen. Niet verder te ontleden dus. Hier zien we de kern van een atoom. En de kern bestaat uit positieve deeltjes, dat zijn de protonen. En ja, dat stoot af, er is dus een soort lijm nodig om dat bij elkaar te houden. En dat zijn de neutronen en die zijn neutraal. En zoals je hier ziet, zijn er evenveel protonen als neutronen. Dat is normaal gesproken het geval bij een atoom. Nou, daaromheen zweven hele kleine deeltjes, negatieve deeltjes op relatief grote afstand. Dat zijn de elektronen. En dat zijn er normaal gesproken evenveel als de protonen. Nou, het atoom is normaal gesproken elektrisch neutraal. Er zijn evenveel protonen als elektronen. Door bijvoorbeeld wrijving, een wollen trui en een PVC-buis kan dat veranderen. Een isotoop, dat is wat lastiger. Wat zijn isotopen? Wat hier opvalt is, ik heb een proton en een elektron. Ik heb een proton, een neutron en een elektron. Proton, neutron, neutron, elektron. Nou, wat is nou het verschil? Het is allemaal waterstof, want ze hebben evenveel protonen. Maar als het aantal neutronen verschilt, worden een isotoop genoemd. Dus als dit waterstof is, hebben we hier een isotoop van waterstof en hier ook. En die zal dus zwaarder zijn, omdat de kern met name zwaarder is. Atomen van 1 element hebben allemaal dezelfde hoeveelheid protonen in de kern. Het aantal neutronen kan bij een isotoop dus anders zijn. Nou, het atoomnummer, moet je weten wat dat is. Dat is het aantal protonen in de kern van het atoom. Dus in het periodiek systeem heb je bijvoorbeeld helium, plaats 2. Het atoomnummer is 2, hij heeft 2 protonen. Massagetal is het aantal protonen en neutronen samen. Het aantal elektronen is namelijk heel erg klein qua massa. Dus de massa bestaat eigenlijk alleen maar uit protonen en neutronen. Nou, als we koper hebben, die staat op plek 29, dan betekent dat dus dat er 29 protonen zijn, maar ook 29 neutronen. Nu heeft koper ook isotopen, koper 63 en koper 65. Hoe zit dat? Koper 63 heeft als atoomnummer 29, dus hij heeft 29 protonen en dan vul je hem aan tot 63. En dan zijn er 34 neutronen. Dus het isotoop koper 63 heeft 29 protonen. Koper staat op de 29e plek in het periodiek systeem. En 34 neutronen. Koper 65. Nou, dat is weer koper, dus 29 protonen. Maar omdat het een isotoop is, kunnen we het aantal neutronen ook uitrekenen. En dat is 65 min 29 is 36.